In de Royal Ballroom van Hotel Torarica is op donderdag 24 oktober een tweedaagse conferentie van start gegaan omtrent de overgang naar een duurzaam op energie gebaseerde economie in de Guyana's. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en Natuurlijke Hulpbronnen. Dit doen zij in samenwerking met Business Group NV en de organisatie One Basin Three Nations. Ja, mijn bijdrage vandaag zal gaan over samenwerking in de keten. Dat noemen wij een supply chain. Als je kijkt naar de olieindustrie, dan wordt er uiteraard olie gewonnen op zee bijvoorbeeld, hè, op een boortoren. Maar uiteindelijk belandt het in een auto of het belandt in een tank bij een huis of in een vliegtuig. Nou, die hele keten, dat noemen wij de supply chain. En er zijn natuurlijk heel veel partijen betrokken bij de samenwerking in die keten. En om die keten zo goed mogelijk te laten werken en voor alle partijen een zo goed mogelijk rendement, maar uiteindelijk voor de eindgebruiker ook een heel betrouwbaar product te kunnen leveren, is management van die supply chain heel erg belangrijk. En daar komen een aantal onderwerpen bij kijken die ik vandaag zal gaan behandelen. Dat betekent welke partners zitten er in zo'n supply chain. Dat is heel belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, aan welke eisen moeten die partners voldoen? Want als wij bijvoorbeeld melk kopen in de supermarkt, dan vertrouwen wij erop dat zowel de boer als de melkfabriek, maar ook de supermarkt, zorgvuldig is omgegaan met onze producten. Dat is heel belangrijk. Die partners die moeten dus bepaalde kwaliteiten hebben. Die moeten gecertificeerd zijn. Daarbij komt ook kijken allerlei technische zaken, zoals welke systemen gebruiken wij in een supply chain. Welke informatie wisselen we uit in de supply chain. En uiteindelijk, welke risico's zijn er ook in de supply chain die het proces en uiteindelijk het product zouden kunnen verstoren? En welke maatregelen nemen wij om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt? Dat is heel belangrijk. En omdat het hier ook een internationale conferentie betreft, het gaat over de twee Guyana's en Suriname, kijken we natuurlijk ook naar wet en regelgeving die op die hele keten van toepassing is. Het is heel belangrijk dat je, met een mooi woord, compliant bent. Dat je je houdt aan de regels die door de overheden worden gesteld. En als je dus een supply chain bouwt in een internationale context, dan zijn dat ook belangrijke aspecten waarmee je te maken krijgt. En zo zal ik vandaag in de hele breedte van de supply chain proberen om de mensen inzicht te geven over wat hun te wachten staat. Wat de kansen zijn, maar ook wat de eisen zijn. En ik hoop dat de mensen hier weggaan met een gevoel: ik heb voldoende opgestoken om hiermee aan de gang te gaan. Er in ieder geval een opvolging wordt gegeven. Dat kan in de vorm van een conferentie, maar dat kan ook in de vorm van heel gerichte ondersteuning van bedrijven, organisaties die hierbij betrokken willen zijn. We staan aan het begin van een misschien wel hele nieuwe toekomst voor Suriname en Guyana's, gezien de grote olievondsten. De industrie is nu relatief klein. Dus we hebben de kans om van het begin af aan, van de grond af aan, iets heel moois neer te zetten. En dat kan in velerlei vormen. Daar horen conferenties bij. Maar daar horen misschien ook andere projecten bij die daadwerkelijk met onderwerpen aan de gang gaan. Daar horen opleidingen bij. By acknowledging that we, the Guyanas, are set to become the new hotspot in the region and perhaps even the world in offshore energy industry, which we should take to mean that this will present our countries with golden opportunities. With an estimated resource potential of 13.6 billion barrels, the United States Geological Survey of 2012 ranks the Guyana-Suriname Basin second in the world if placed among the world's unexplored basins and 12th for oil among all of the world's basins, explored and unexplored. For every country, there are many opportunities that not only the country at large, but their local entrepreneurs in particular can take advantage of. A key question that arises, however, is
How do we transform potential into actuality? How do we ensure these golden opportunities are indeed golden opportunities for our country? One of the elements is collaboration. Another element is capacity building and expertise. Under this collaboration so far, we have organized 3 training courses regarding this industry. 2 introductory courses named Introduction to the Offshore Oil and Gas Industry were held in March 26 and June 6 of this year, and Doing Business in the International Offshore Oil and Gas Industry on the 14th and 15th of October of this year. Naturally, we cannot be engaged in creating sustainable development without having set clear goals and know that their potential impact as a means to mitigate those that are negative. So, what do we want to achieve? Supporting local content, supply development and capacity building, creating awareness in the Surinamese community, opportunities for local entrepreneurs, in particular, small and medium enterprises and startups, meeting the international standards, doing sustainable business in the Guyanas. The oil and gas industry's operations and products potential, we have positive and negative, have positive and negative impacts on all facets of our lives, and not in the least on communities, ecosystems, and economies. It cannot be emphasized enough that the task at the hands of the Guyanas is to minimize the negative impacts. The industry should contribute to sustainable development in a number of ways. These include generating direct and indirect jobs, supplying access to energy that enables economic activity and social development, contributing substantial tax and other types of revenue to governments, enabling development of advantage technologies and products through investment in research and development, encouraging local content and local entrepreneurship with the associated capacity building benefits, investing in long-term social and economic success of the communities in which they operate, and managing the impact of its operations by emphasizing environmental protection, health and safety, and human rights. Well, de conferentie houdt een aantal punten in zijn geheel in. Je hebt dan de overgang van de Guyana's tot duurzame energie, je local content, ook de ontwikkelingen in de Guyana's. Wel, iedereen die belangstelling heeft voor de olie en gas, je kan boer zijn, want je zal producten moeten leveren, wat zijn, en hier krijg je te horen wat je standaarden moeten zijn. Ben je ready ervoor? Wel is meer om awareness te creëren in de Surinaamse samenleving. Want zoals we zien is ons buurland Guyana en ook eigenlijk zijn we nu een hotspot geworden voor bijvoorbeeld investeerders. En om niet te wachten zodat het te laat voor ons is, moeten we nu starten. We kunnen niet wachten.